de, helemaal aan het eind de acceleratiefase. En dat is een hele belangrijke. Ook, dat is dat je aan het einde van je creatieve proces er altijd een versnelling zit. En dat, nou bijvoorbeeld, je hebt een deadline en je hebt nog een dag. Yeah. En opeens ga je heel anders werken. Yeah. Want je gaat, je denkt, ja, het moet nu gebeuren. Dus dat betekent beslissingen waar je normaal weken over doet, gebeuren in een. In no time. Yeah. En je gaat snel beslissingen nemen. Je komt in een soort flow. Hè, van die theorie van de creativiteit. Als het goed gaat, kom je in een soort flow. En, dat is een soort versnelling. Dus alles gaat sneller. Maar bijvoorbeeld, het is rampzalig als je met een groep iets maakt. En één van de mensen van die groep heeft niet door dat je in de acceleratiefase zit. Dus die gaat zeggen van, we moeten het toch nog eens over hebben of dit wel een goed idee is of zo. Nee, we hebben nog 3 uur, geen gezeik. Jij doet dit, jij doet dat. Ja. Het is ook buitengewoon hiërarchisch. Okay. En dat is een soort fase die je altijd moet, die heb je altijd. Ja. En daar kun je ook in trainen, want het zijn sommige mensen die halen deadlines niet, omdat ze niet snappen dat je in die versnelling, die blijven dan toch hebben van, ik moet een keuze maken. Wordt het nou dit of dat? En dat? Ja. Ja, je moet wel een keuze maken, maar je moet niet zeiken, want je hebt nog maar een paar uur en dan moet het er zijn. Ja. Dus je moet een keuze maken. Dus je hebt helemaal niet... En geniet eigenlijk van het feit dat je hem moet maken, dus dat je dan de eerste instinct, dat je die keuze maakt. Precies. Dus je moet wel op instinct gaan werken en je moet op ontzettend vertrouwen gaan werken op jezelf, op anderen. Ja. Je moet echt, dat kan alleen maar. Hè. Als iemand op dat moment in vraag stelt, op dat moment mag niemand iets in vraag stellen. Je kunt niet meer hebben dat iemand dan zegt, is het wel goed? Nee. Daar heb je geen tijd voor. Nee. Alle energie moet daarin zitten. En het is waanzinnig als je, je weet, adrenaline komt vrij als dat is, want je moet die deadline halen. Dat is verschrikkelijk leuk als het gelukt is. Ja. Maar het moet wel, alle energie moet erin kunnen zitten. Ja, dat klopt. Hele leuke momenten vind ik dat inderdaad. En dat mensen met co-creatie, dus in een theatervoorstelling of en je moet een presentatie houden. Ja, dan moet je wel, op dat moment kan je niet zeggen, als ik voor zo'n bedrijf zo'n tekst moet doen, ik kan de hele dag luisteren naar mensen, maar dan aansluitend hebben ze even koffie of wat dan ook. En dan moet ik mijn tekst voorlezen. Die moet ik dus in dat laatste half uur fine-tunen. Ja, op dat moment is er zo'n versnelling. Dat kan, dan moet niemand aan mijn kop zeuren. Maar ook, ik moet ook in een soort go, 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 go komen, waarin geen enkele zelftwijfel meer mag plaatsvinden.